Koen Talsma, ons taskforce-lid, heeft ons al een aantal keren meegenomen in waar hij staat op het gebied van aanbesteden en bruggen en sluizen. En volgens mij komt het nu heel mooi bij elkaar, die twee dingen. We zijn ook blij dat we nu Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam heeft zich daar nu bij aangesloten. Ook echt bruggen in een mandje, zoals ze dat zo mooi noemen, gaat stoppen. En om jullie daar echt het meeste over te vertellen, hebben wij een viergesprek onder leiding van mijn collega Anita Baas. Met Koenen hier in de studio en Lindy Molenkamp van de provincie Noord-Holland en Jan Dijsselbloem van Amsterdam via de videoverbinding. Dus Koenen en Anita, komen jullie deze kant op? Dan ga ik. Zeker. Dankjewel Eddie voor de introductie. Ik vond het een heel mooi bruggetje net waar jullie gesprek ging over centrale regie en lokale uitrol. En ik denk dat dat ook heel relevant is voor de infra. En dan met name de vraagstukken, de opgave die aan de orde is betreffende de civiele kunstwerken. Koenen, welkom. Maar ook Lindy en Jan, welkom op afstand. Ik zie jullie op het scherm. Ik zwaai even. Het is toch een beetje anders dan dat je fysiek bij elkaar in één ruimte zit. En ik hoop ook voor de toehoorders dat dit allemaal te overzien is, al die beelden naast elkaar. Waar ik mee zou willen beginnen is het volgende. We hebben het al jaren over het beheren en onderhouden van civiele kunstwerken. Lindy, jij bent al jaren verantwoordelijk als topambtenaar en voorheen werkzaam vanuit Overijssel, nu vanuit Noord-Holland. Maar ook lid van de commissie Klo. Wat is hier de uitdaging eigenlijk? Ja, de uitdaging is denk ik heel groot. Nederland heeft 85.000 kunstwerken vertegenwoordigd, denk ik, een waarde van pak een beet 55, 60 miljard. Dat is niet gering. Daarvan weten we dat een groot aantal objecten, hè, bruggen, sluizen, kaders, dat die aan vervanging toe zijn. En eigenlijk kun je zeggen dat we in een nieuwe levenscyclus zitten. We delen elk object op zich, want er was niet zoveel te vervangen, want het kwam allemaal nog uit de tijd dat alles goed werkte. Vandaag dag gelukkig ook nog heel veel goed door goed beheer en onderhoud. Maar ondertussen zitten we echt aan het einde van de eerste levensfase. En dat betekent dat we echt op een andere manier moeten gaan werken. Dat vraagt voor alles andere bouwprocessen, denk ik. Gaat over start-up, gaat over scale-up, gaat over business as usual, maar een andere dan voorheen. En dat vraagt in onze sector heel veel, want we zijn eigenlijk ingeregeld op een bepaald model en je moet eigenlijk een nieuw model neer gaan zetten, omdat die vervanging zodanig groot is dat je het niet meer individueel kunt aanpakken, maar dat je het samen kunt en moet gaan doen. En samen betekent niet alleen overheden, maar betekent markt en overheid en kennisinstellingen gezamenlijk de aanpak insteken. Dankjewel. Jan, jij als programmadirecteur voor bruggen en kademuren in de gemeente Amsterdam. Wat is er aan de hand? Aanvullend op wat Lindy net daarover vertelt. Ja, het sluit er eigenlijk mooi aan. Hè? Zoals je al zei, Lindy zat natuurlijk in de commissie Klo, die in Amsterdam ook onderzoek gedaan heeft naar van hoe is dat nou gekomen? Wat tref je nou aan als je kijkt naar de civiele constructies? En wij zijn precies, wij zien precies dat. Dus de beweging van losse projectjes naar een programmatische aanpak. Her en der een keer een brug. De opschaling naar heel veel meer vernieuwing. En ook heel veel meer vernieuwing van die brug en die kadermuren. Dus vorig jaar toen de commissie Klo de rapportage opleverde, toen hadden we al een beeld eigenlijk hè, van het zit niet goed. Maar waar precies, dat wisten we niet zo goed. Het areaal was veel te groot. Het onderzoeksprogramma was net aan het starten. En nu zijn we ongeveer een jaar verder en we zien dat beeld best wel bestendigt. Dus wat we onderzoeken, daar is absoluut een vernieuwingsopgave aan de hand. In flink wat gevallen is het nog wat acuter. Gaat het om veiligheid en om snel ingrijpen. Dus die combinatie zit allebei in ons programma. En dan is het zaak om dat verder op te gaan schalen. We deden in Amsterdam één brug per jaar. Dat is veel en veel te weinig. De rekening van die achterstalligheid die krijgen we langzaam gepresenteerd en soms wat acuter. Een prachtige uitdaging om dat goed aan te gaan pakken in de stad, met de stad. Over wat de gemeenteraad in Amsterdam besloten heeft, naar aanleiding van het onderzoek.
Het begin van je vraag hoorde ik niet, maar ik neem aan dat je vroeg wat de gemeenteraad besloten heeft. Klopt. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel heel, heel mooi. In die zin hebben de wind ontzettend mee en dat is absoluut niet evident geweest. De commissie onder leiding van Pieter Kloon, met Lindy daar prominent in, die heeft het nog een keer heel stevig op de agenda gezet. Het college, voorafgaand aan het huidige college, die had de vraag al gesteld. Dus daarmee begon het al te lopen. Dus daarmee is er ook flink wat budget gereserveerd binnen Amsterdam. Historische stap is dat best wel geweest om die aanpak ook echt waar te kunnen gaan maken. Dus om de programmering te gaan maken en de opschaling van de productie in te gaan zetten. Dus daar zijn we ontzettend gelukkig mee en daar kan dit programma ook uit ontspruiten. Maar tegelijkertijd komt dat natuurlijk direct onder druk. Want ik hoef niemand uit te leggen dat we inmiddels weer in een andere crisis zitten waarin alles weer onder druk komt te staan. Dus we proberen een hele lange lijn te organiseren en de gemeenteraad heeft daar ook nog steeds brede steun voor. Maar spannend is het ook dit jaar weer wel. Dankjewel. Koene, vanuit jouw blik vanuit de markt, jouw achtergrond zit vooral in de markt. En nu ook als voorzitter van de kerncoalitie Bruggen en Sluizen. Waar maak jij je nou het meeste druk om? Nou, ik maak me druk omdat we goede infrastructuur moeten hebben. Vanmiddag zei Arie Bleijenberg van TNO, de Nederlandse infrastructuur en alleen al de kunstwerken waar we over praten, is samen wel het grootste publieke bezit wat we hebben. En heel veel ligt er goed bij, maar heel veel is ook zorgelijk. Ja. En ik heb zelf jarenlang bij het en voor ProRail, voor het spoor mogen werken. En daar heb ik gezien hoe krachtig het is dat als je op een gegeven moment de druk op de ketel hebt, en dat was rond 2005 is het spoor wel veilig, dat er dan druk op de ketel komt voor een echte grote aanpak. Dat heeft ProRail ook gedaan, om het onderhoud slimmer te doen. Ook goedkoper geworden. En de vervangingsopgave meerjarig goed in kaart te krijgen en te programmeren. En daar qua aanbestedingen ook op een slimme manier mee om te gaan, zodat je opschaalt, leert en verbetert. En niet dat alles wat ProRail gedaan goed perfect is geweest, daar gaat het niet om. Met een grote lijn vind ik een groot voorbeeld. ProRail loopt gewoon 10 jaar voor op de rest van Nederland qua aanpak van goed in stand houden van infrastructuur. Ja. Nou, die ervaringen van ProRail, maar ook van andere assetbeheerders, dan maak je al snel de link naar een soort nationale aanpak. Als ik nadenk over een nationale aanpak, dan moet er wel urgenties zijn. Jan, jij gaf net al aan, Amsterdam heeft het inmiddels onderschreven als een urgente opgave. Hoe urgent is dat eigenlijk en heb jij ook zicht op hoe dat bij andere gemeenten zit? Ik denk wat ik net ook aangaf, hè, in Amsterdam, de onderzoeken die we aan het doen zijn, het inzicht dat we krijgen in de staat van de spullen, in de staat van het areaal, laat zien dat het ontzettend urgent is. En langer wachten of weer afschalen, dan krijg je de rekening alleen maar meer gepresenteerd. Dus die urgentie vinden we wel. Als je nu door Amsterdam zou fietsen, dan wordt het weer langzaam wat drukker. Maar je ziet ondertussen ook allerlei kademuren waar noodmaatregelen of veiligheidsmaatregelen genomen zijn. Je ziet ook bruggen waar deels beperkingen van de aslast is. Dus in die stad gaat het ook steeds meer voelbaar worden. Dus die urgentie die wordt absoluut gevoeld. Die merken wij ook in gesprekken met andere steden. Tegelijkertijd zie je wel dat Amsterdam natuurlijk echt een heel groot areaal heeft. En dat is niet direct vergelijkbaar. Maar qua aanpak zie je wel heel veel raakvlakken. En die zoeken ook steeds meer op. Dat is op zich interessant. Hè? Dat hoor je vaker over Amsterdam. Volgens mij zei de commissie Klo daar ook iets over. Amsterdam is nou niet een gemeentelijke organisatie die gewend is om heel erg de deuren naar buiten toe open te zetten. En dat beogen we juist wel heel erg met deze opgave. Omdat we heel goed snappen dat we dat absoluut niet alleen kunnen en willen gaan doen. Lindy, mag ik jou aanvullend vragen om te reflecteren op die urgentievraag? Jazeker. De urgentie is één. Volgens mij voor alles gaat het ook of iets belangrijk is of niet. En volgens mij is dit hartstikke belangrijk. Want uiteindelijk zorgt het dat een stad kan blijven ademen, mensen kunnen bewegen, mobiliteit mogelijk is en daarmee ook economie mogelijk is. Dus dat is denk ik naast urgentie is belangrijkheid een tweede poot waarvan ik zeg dat moet je altijd goed in de gaten houden. Want er zijn wel meer vraagstukken urgent, maar niet alles is belangrijk. En ik denk met name dat in die urgentie wij ook echt moeten opschalen. En opschalen is kennisontwikkeling niet alleen zelf doen, maar juist in samenspel. Daarvoor hebben we een prachtig BTC opgericht. Laten we daar ook met elkaar in investeren en zorgen dat we daar als overheden, maar ook kennisinstituten gezamenlijk
in deze dus, en bedrijfsleven echt samen gaan innoveren, gaan leren. Zorgen dat de COW in die setting ook de partij is die de kennis gaat uitdragen naar alle andere partijen die nog niet aangesloten zijn. En dat zijn er heel wat, helaas. En daar zit ook een deel van de urgentie, dus niet alleen het vraagstuk aan zich, maar ook het besef bij partijen, wat is er eigenlijk aan de hand en hoe belangrijk is dat? En tenslotte, ja, we moeten leren, leren, leren en testen, testen, testen en vooral doen. Ik denk dat de bouwcampus, een samenspel tussen overheden en bedrijfsleven en kennisinstituten in Delft, daar een uitstekend platform voor biedt. En hiervoor geldt echt samen acteren in deze urgentie, gezamenlijk ook de weg naar voren zoeken. En ook beseffen dat je niet in één keer het rechte pad hebt. Het zijn stappen, stappen, stappen die we moeten nemen. Daarmee blijven we leren, terugkomen op het eerder geleerde. En zorgen dat we elke keer een stap vooruit maken. En dan ben ik ervan overtuigd dat we het ook met elkaar kunnen gaan redden. Maar dat vraagt wel een andere mindset dan in veel gevallen nu het geval is. Ja, dankjewel voor de duidelijke appel wat mij betreft. Koene, mag ik jou vragen, hoe groot is die urgentie dan? Als je om je heen kijkt, is die groot. Ik herinner me nog in 2016 dat Bouw in Nederland een rapport uitbracht over de in het algemeen zorgelijke staat van kademuren in gemeentes. Een hoop mensen keken naar dat rapport van nou, die lobbyclub die zorgt weer voor zijn eigen werk. Maar ze hadden dus volkomen gelijk. Hè? Ik woon in Stichtse Vecht en er is één vechthoever en die valt langzamerhand rustig eigenlijk een beetje de vechten. Je ziet het aan de scheuren in de weg. De brug in Breukelen heeft een aslastbeperking en moet vervoegd worden vervangen. Ik kwam in Maarsen en ik zei tegen een waterschapsmeneer, wat hebben jullie toch een rare steiger gebouwd in het dorp? Oh, dat bleek een tijdelijke kerende constructie voor de kade te zijn. Utrecht kan zo doorgaan. Niet alle infrastructuur in Nederland is heel zorgelijk, maar op veel plekken wel. Nou, dat zie je gewoon. Maar urgentie is er alleen wanneer we ook met cijfers komen. Dus we hebben ook als kerncoalitie, waar Lindy ook in zit, hebben we gezegd, moeten we niet eens een soort eerste nationaal prognoserapport maken van hoeveel infrastructuur hebben we, hoe oud is die, hoe is de verwachte levensduur, wanneer zou die dan vervangen moeten worden en wat betekent dat aan geld in de komende 80, 90 jaar om daar een gevoel bij te krijgen. Nou, daar hebben we een eerste proeven van teruggekregen en we gaan dat uitbreiden om te zorgen dat we voor alle civiele kunstwerken in het komend jaar zicht hebben op waar praten we ongeveer over en waar ligt dat dan? En dan kun je de urgentie ook echt aantonen door dat bij de politiek op tafel te leggen van we moeten er wat aan doen, want het kan toch niet zo zijn dat er steeds meer infrastructuur moet worden afgesloten. Mm-hmm. Nou is mijn beeld dat heel veel asset-eigenaren of beheerders onvoldoende zicht hebben op ja, wat de stand of de toestand eigenlijk is van de civiele kunstwerken. Kun je daar nog iets over zeggen? Nou ja, Lindy zei het al, sommigen doen het uit zichzelf, omdat er iets gebeurt. Zoals in Amsterdam, Amsterdam is wakker geworden, Utrecht is wakker geworden, maar een heleboel gemeentes en dergelijke worden dat nog niet. En daarom zijn wij dit dus aan het agenderen en aan het aanjagen, om te zorgen dat die besef er komt. We hebben ook een actie ingezet via de nota kapitaalgoederen. Daar zit een paragraaf in infrastructuur, weet u wat u hebt, weet u hoe het erbij ligt, hebt u een meerjaren inschatting gemaakt van kosten van onderhoud en instandhouding. En daar hebben we ook een lijntje uitgezet om eens te kijken, is die nota kapitaalgoederen op een zodanige manier om te vormen dat juist die gemeentes en die provincies er zelf wat aan hebben, maar tegelijkertijd ook op rijksniveau kan worden gekeken, wat is die totale opgave dan? Ja, ja. Ik denk dat het heel belangrijk is om het te beargumenteren. Als je, zeker als je pleit voor een nationale aanpak. Bij een nationale aanpak gaan mijn gedachten ook vrij snel uit naar voorbeelden zoals bij Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier. Waarin intensief met omliggende partijen op gemeenteniveau is gekeken van hoe kunnen we ja, het water de ruimte geven letterlijk. Maar ook samenwerkingen op het gebied van energie. Ik denk aan wind op zee, maar ook de ontwikkelingen die er nu zijn op het gebied van energieopwekking, duurzame opwekking. Waarbij over de ministeries wordt samengewerkt. Als je nou kijkt naar de infra, Lindy, wat gaat een nationale aanpak in jouw functie, wat gaat dat opleveren?
En wat is daar concreet voor nodig, denk je? Nou ja, het kan heel veel opleveren, daar ben ik van overtuigd. En dat zit op een aantal terreinen. Eén, als er meer besef is, en Koenig geeft het net aan, een nota infrastructurele kapitaalgoederen, die maakt dat alle overheden eigenlijk verplicht een paragraaf moeten maken, of niet een paragraaf, maar een boekje waarin zij zeggen wat de staat van hun areaal is en daarmee meer inzicht hebben in wat de situatie is. Maakt dat het besef dat de opgave groot is voor elk van ons, om het zo maar te zeggen, dat dat alleen al kan helpen om het gesprek samen aan te gaan. Waar wij, en wij zeg ik dan even in deze een specifieke provincie, Noord-Holland, maar dat geldt ook voor een aantal andere partners, hè, Amsterdam, Rijkswaterstaat, provincie Overijssel en nog zo een paar andere, duidelijk kunnen aangeven wat er aan de hand is. Daarmee zijn wij koploper in heel veel gevallen. Maar de winst zit erin dat wij gezamenlijk met andere overheden, waterschappen, andere provincies, gemeenten, samen ook kunnen gaan inkopen en aan gaan besteden. Innovaties kunnen financieren, kennisontwikkeling kunnen gaan regelen. En elk voor zich is dat te kostbaar en te arbeidsintensief. Maar als je dat op collectieve schaal doet, dan maak je daarmee wel een sprong. Nou, daarvoor is het platform denk ik al geregeld met, wat ik net al zei, BTIC, met de CROW, met een bouwcampus om maar iets te noemen. Daarmee is er heel veel goodwill van heel veel partijen om daarin te acteren. En het gaat nu eigenlijk over massa maken. En zo'n nationale aanpak kan daar ook daadwerkelijk in helpen. Dankjewel. Jan, hoe zou zo'n nationale aanpak Amsterdam helpen? Ja, Amsterdam helpen. En Amsterdam heeft ongetwijfeld ook wel iets te bieden. Hè? Dus we hebben een hele belangrijke innovatiekant in ons programma. We doen onderzoek naar hoe sterk is het materiaal nou precies. Hè? Wat kunnen die houten palen, die fundering nou precies betekenen? Nou, dat proberen we ook met Den Haag en anderen samen op te trekken. Dus het leren en het samen innoveren, dat lijkt me evident. Dat geeft Lindy ook aan. Maar volgens mij zitten we ook allemaal ongeveer in dezelfde type gesprekken. En nu met de nieuwe crisis die corona met zich meebrengt, kom je weer allemaal in dezelfde type gesprekken. Als je samen een langere lijn kan trekken, dan helpt het ook wel om samen steviger die agenda te houden. Dus daar zie ik toch ook wel echt wel winst in. Het geluid wordt even iets minder, Jan. Ik weet niet precies waar het aan ligt, maar ik stel voor dat we gewoon verder gaan. Koenen. Welke rol zouden marktpartijen hierbij moeten vervullen en wat zou de bouwagenda kunnen bijdragen aan zo'n nationale aanpak? Nou, misschien even die nationale aanpak. Jij hebt die kreet gelanceerd, Anita. Laat ik jou daar eventjes de credits voor geven. En je ziet dus bij Ruimte voor de Rivier dat er een nationaal probleem wordt onderkend. Dat daar door allerlei slimme mensen over nagedacht wordt hoe dat opgelost moet worden. En dat samen met de markt dat programma op tijd is gerealiseerd. En bij Wind op Zee vind ik het nog mooier. En Wind op Zee is een prachtige samenwerking tussen economische zaken en degene die windmolens op zee moeten plaatsen. En je ziet dat aanbesteding technisch een hele lange tijd heel goede resultaten heeft gegeven. Dus het dwingt markt en opdrachtgeverskant tot samenwerking. En de markt weet ook wat er dan gaat gebeuren en daar ligt de crux in. Ik vind jammer dat Jan even wat stil is, want ik had hem willen vragen. Hij heeft net een innovatiepartnerschap voor kadermuren gedaan. En wat ik uit de krant teruglees, heeft de markt daar zich van zijn beste zijde laten zien. Er lag een uitdaging en heeft daar heel innovatief op gereageerd. En je ziet het ook met een perron, een duurzame uitvraag naar perronvervanging, waar de MKI-scoren, de duurzaamheidsscoren, de boventoon voerden in de aanbesteding. Dat daar vier marktpartijen zijn die daar meerjarige contracten krijgen. En ProRail is buitengewoon tevreden over het goede resultaat. De markt staat te trappelen. Mm-hmm. En het helpt als de markt wordt uitgedaagd. Ik wil nog een keer ook die bouwcampus noemen. Met die vervanging, thema vervanging en opgave infra. Waar ook weer de overheid en de markt samen in zitten. Ik vroeg net aan Koenen om te reageren op de vraag. Welke rol zouden marktpartijen hierbij kunnen vervullen en wat draagt de bouwagenda hieraan bij? En met name die laatste vraag. Ja, de bouwagenda die jaagt aan en die bouwagenda verbindt. De bouwagenda benoemt ook de successen die er al zijn en ook de successen waarbij de markt zich van zijn beste zijde laat zien. En ik zou eigenlijk aan Jan willen vragen, maar Jan zal even geen antwoord geven. Hoe is nou het innovatiepartnerschap uitvraag in Amsterdam bevallen? Want ik lees in de krant dat de reacties vanuit de markt op de uitvraag van Amsterdam buitengewoon goed zijn gevallen. Chapeau.
Ik zie een ProRail die een perronverlenging doet, waarbij duurzaamheid de verregaand overwegende gunningscriterium was. Met de hoogste MKI-scores. Dat Jan is weer verrast. Jan, ja. Wat vind je van je innovatiepartnerschap resultaat tot nu toe? Hoe heeft de markt zich tot nu toe van haar zijde laten zien? Ja, daar zijn wij heel erg blij mee. Dat voelt als een cadeau, moet ik zeggen. Want ik vertelde aan het begin al iets, hè, van we zijn een jaar geleden begonnen met dit programma. En gelukkig waren er collega's in Amsterdam, misschien eigenwijze collega's, die een beetje tegen de stroom in met innovatiepartnerschap. Dus die zijn een jaar geleden al mee gestart om dat op te gaan zetten. En dit jaar, dit voorjaar hebben kunnen gunnen. Dus wij zijn er heel blij mee dat we met 3 van die combinaties aan de slag kunnen om die pilots te gaan proberen in de stad en daarna verder uit te rollen. Dus dat is voor ons een hele mooie stap. Ja, en dat is precies wat ik bedoel. De opdrachtgever vraagt goed uit, die durft en die krijgt dus direct van de markt een goed antwoord. Hetzelfde geldt voor stikstof. Er zijn heel veel marktpartijen die nu op de kritische locaties bouwoplossingen hebben om vrijwel of helemaal stikstofvrij te kunnen bouwen. En de oproep van de bouwagenda is heel simpel. Opdrachtgevers, vraag het gewoon. De markt is er klaar voor. Ik zie ook dat bouwbedrijven samen met ingenieursbureaus combinaties aan het vormen zijn om in te spelen op die integrale vervangings- en verduurzamingsopgave die er in de infrastructuur ligt. Ze participeren daarbij in de bouwcampus, ook een heel goed teken. Dus ondanks alle geklaag durf ik een aantal forse positieve punten te benoemen. De markt haakt direct aan wanneer de vraag er ligt. Nou, dat is ook een heel duidelijk beroep wat je doet op de opdrachtgevers. Ik zou nog even terug willen naar Jan. Jan, welke ervaringen kun je voortvloeien uit dat innovatieve partnerschap? Wat zou je daarvan kunnen delen in de nationale samenwerking? Nou, ik hoop natuurlijk dat die pilots goed gaan werken en dat we die inhoud uit die pilots goed kunnen gaan delen. Maar dat is nog iets te vroeg, want we moeten die pilots nog wel gaan doen. Maar wat je inderdaad ziet, waar we het net ook over hebben, het helpt wel om heel duidelijk richting te geven, een duidelijke vraag te poneren richting de markt. En dan ook een lange termijn commitment af te spreken. Hè? Dus niet allerlei eisen weer gaan stapelen, maar wees heel gericht in wat vraag je dan. Dus in ons geval, in kadermuurvernieuwingen in de binnenstad, ging natuurlijk heel veel over hinder beperken. En snelheid, meters maken, dus het kunnen repeteren van de uitvindingen die we gaan doen. Dat was onze uitdaging en daar hebben we heel erg op in proberen te zitten. En gedurende het proces komen natuurlijk nog allerlei andere randvoorwaarden en andere ambities en wensen langs. Maar probeer te houden op waar je echt die innovatie op wil. En probeer dan die lange termijn te organiseren. Dus doe het nou niet kleinschalig en voor 2 jaar, maar probeer het echt gewoon in ons geval, proberen we voor 8 jaar... die verbinding aan te gaan als het allemaal succesvol is. Ja. En daar krijgen we positieve geluiden op terug vanuit de markt. Dat het duidelijkheid geeft en dat het lange termijn commitment belooft. Oké, dankjewel. Koene, je hebt al duidelijk wat verteld over de markt. Ik zou nog even willen doorgaan met Lindy. Welke vruchten pluk je eigenlijk al in jouw rol? Nou ja, in dit proces, hè, waarbij we samen proberen te werken, gaat het met name om dat je elkaar makkelijk kunt vinden en dat er vertrouwen ontstaat. En ik denk door veel goede voorbeelden die we op dit moment samen met de markt kunnen ontwikkelen, die we kunnen laten zien. Amsterdam heeft daar prachtige voorbeelden van. We hebben in Noord-Holland ook al diverse mogelijkheden daartoe gehad, ook op het terrein natuur. Andere bouwprocessen, zeg maar standaardisatie en uniformering, waardoor dingen goedkoper worden. Dat heeft ook het Economisch Instituut van de Bouw goed berekend. Daarmee krijgen we steeds betere feeling voor elkaar en wat we van elkaar willen vragen. En nou ja, volgens het eerder ook al aangegeven, de vruchten ervan plukken wil ook zeggen dat je iedereen de vruchten ervan laat plukken. Dus je moet niet aanbesteden op de laagste prijs, maar met name kijken van wat wil je functioneel hebben en wat ben je bereid daarvoor te betalen. En geeft de markt de gelegenheid om zich daarop juist te onderscheiden. En dat is juist ook zo enorm belangrijk bij die innovaties. En niet alleen in een vloek en een zucht, maar echt het traject van scratch af, samen opbouwen, stap voor stap. Dan weet ik zeker dat we die stappen kunnen maken. Dat vraagt iets van ieder, wat uithoudingsvermogen. Maar voor alles wat ik al aangaf, vertrouwen in elkaar. Dankjewel.
In september is een topmeeting voorzien met bestuurders en directies van de beheerders en de eigenaren van de belangrijkste civiele assets. Daarnaast gaan we ook nog anticiperend op de eerdere brugontbijten starten met brugdialogen. Volgende week donderdag gaan we daarmee van start om 8:00 AM. Koenen, mag ik jou vragen het slotwoord uit te spreken? Naar aanleiding van het vraaggesprek en de nationale opgave. Ja, die topmeeting die komt ook uit onze bouwagenda kokeren. In dit geval van Martin Klein van Amsterdam. Die zei, hoe kunnen we elkaar nou gewoon beter vinden? En het ontbreekt inderdaad, of waar moet het naartoe? Er moet weer een nieuw professioneel netwerk van infrabeheerders en marktpartijen zijn die op een integere, goede manier elkaar de bal toespeelt. Die kennis deelt. Die samen investeert in kennisprogramma's waar ze allemaal om zitten te smachten. Je had het net over bruggenontbijten. Wat bleek er bij die bruggenontbijt? Dat in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Den Bosch dezelfde problemen komen terug, alleen ze blijven bij hen. En dan spreek ik nog niet over de kleinere gemeenten waar misschien één civiel ingenieur zit. En die heeft enorm belang van waar kan ik die kennis vinden. Nou, die topmeeting is bedoeld om op het hoge niveau, maar ook op het middenniveau, elkaar zodanig te kennen dat je elkaar vertrouwt, de bal toespeelt. En daar past dat Nationaal Prognoserapport in. Wat is de opgave waar we met z'n allen voor staan? Daar past een andere vorm of aanbestedingsinstrumentarium, zoals Bernard aan het begin van de bouwcoalitiebijeenkomst zal zijn. Piano en CROW gaan samenwerken en verspreid die kennis die overal zit en stel die ter beschikking aan alle infrabeheerders om slim aan te besteden en laat de markt daarin meespreken. Het platform Civiele Kunstwerken, waar de Bruggenstichting en CROW samen gaan zorgen dat wil ik wat weten over de vervangingsopgave, technisch gezien, daar bel ik naartoe en ik krijg een goed antwoord. En voorbeeldprojecten laten zien. En we noemden er net een paar, er zijn veel meer al goede voorbeelden die alleen maar navolging, opschaling en gemeengoed moeten worden. Heel mooi. Ik realiseer me dat er online vragen kunnen worden gesteld via de chat. Ik kijk even naar mijn moderator of er nog vragen zijn die relevant zijn. Want ik begrijp ook dat we een redelijk strak schema hebben qua tijd. Maar dat we ook door de technische problematiek wat zijn uitgelopen. Maar ik begrijp dat er geen vragen zijn. Nou, ik heb nog wel een vraag. Als je, Lindy, ik zou die vraag aan jou willen stellen. Als je nou eens een oproep zou mogen doen naar je collega's, asset-eigenaren en beheerders. Waarom zouden ze mee moeten doen aan zo'n nationale opgave en aan zo'n nationale programmering? Ja, je stelt het alsof het een of-vraag is. Volgens mij is het je verantwoordelijkheid om als ambtenaar en verantwoordelijk zijnde voor een dienst of een dienstonderdeel, dat jij verantwoord omgaat met het geld wat de maatschappij bijeenbrengt, zeker in deze coronatijd. De illusie dat je dingen zelf kunt doen alleen, dat is zeg maar van de oudbouwwerk. We staan voor een massale opgave, die is groot, dat kunnen we en moeten we samen doen. En ja, daar ligt volgens mij onze verantwoordelijkheid om ook die vraag op te pakken. Dus het is volgens mij niet een kwestie van of, maar eerder wanneer je aansluit. En ik zou zeggen, ja, vandaag is snel genoeg. Gisteren was beter. Okay. Jan, aan jou dezelfde vraag. Nee, ik sluit daar wel bij aan. Het is haast evident om het te doen. Het is natuurlijk ook gewoon leuk om het te doen. Dus in Amsterdam werd heel vaak gezegd, hey, die opgave is niet sexy. Ik denk dat die hartstikke sexy is. Want het gaat over onze spullen en daar verantwoord en goed mee omgaan. En die spullen worden ook nog een keer heel intensief gebruikt. Ik denk dat met de coronacrisis het alleen maar meer interessant wordt. Want dan gaat het ook echt over anticyclisch investeren en een goede social return erin brengen. Allemaal elementen die vragen om een lange termijn aanpak. Dus het wordt volgens mij aansprekender dan ooit. En laten we dat inderdaad, wat Lindy zegt, laten we dat met elkaar doen en die verbinding daarin zoeken. Okay. Nou, ik denk dat je hier twee opdrachtgevers te pakken hebt die hun schouders eronder willen zetten. Koplopers. Kijk, die hebben we nodig. Ja. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor zijn aandacht voor ons onderwerp en ons pleidooi om de schouders eronder te zetten voor wat betreft het beheren van onze infra en de bruggen, sluizen, kademuren, al die dingen meer. En
jullie dank voor jullie inbreng en jullie dank ook voor jullie aandacht. En jij dank, Anita, voor de leiding. Graag gedaan.